Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt. Vandaag heb ik een video voor jullie waarin ik mijn Holy Grails op het gebied van make-up laat zien. Wat ze voor mij zijn, Holy Grails, zijn eigenlijk producten die voor jou gewoon niet beter kunnen. Zo perfect zijn dat je gewoon ook niet meer verder zoekt naar iets wat beter is. Zodat het gewoon voor jou echt helemaal, ja, je van het. Nou, ik heb er een paar. En ik heb er natuurlijk ook wel een aantal op het gebied van huidverzorging en doucheproducten bijvoorbeeld. Maar dan wordt het zo'n lang filmpje, dus ik beperk me nu eigenlijk alleen maar tot make-up producten en één masker wat ik er heel graag bij wilde vertellen, maar dat komt zo. Dus laat ik snel beginnen. Ik gebruik eigenlijk altijd foundation en het laatste jaar voornamelijk alleen eigenlijk maar BB creams. Ik ben daar echt gek op en wat voor mij, en ik heb er heel veel geprobeerd, heel veel getest, maar mijn echte holy grails daarin zijn toch die van Dior. Ik kan er gewoon geen één aan tippen. En dat is eigenlijk deze, hij is bijna op, dat is de Hydra Life BB Cream. Er zit een SPF 30 in. En die staat, ja, is gewoon heel erg mooi. Maakt heel mooi egaal. Je voelt ook dat die verzorgt. En ja, ik wil er gewoon geen een bij in de buurt komen. En nu hebben ze voor de zomer dus de, is al heel vaak volgens mij bij de filmpjes en stukjes op mijn site voorbij gekomen. Dior Skin Nude Tan BB Cream in de kleur 01. Het is een zomer BB Cream met een tintje. En die is ook zo ontzettend mooi. En gebruik hem nu niet meer elke dag, omdat hij aan het opgaan is. En ja, het is best wel duur, dus ik vind dat ook alweer heel erg zonde, zeg maar, om elke dag te smeren, ondanks dat het heel mooi is. Maar je kan wat mij betreft gewoon echt niks aan tippen. Het zijn gewoon holy grails voor mij op het gebied van BB cream. En ik heb ook een kwast, een holy grail kwast. En ik heb best wel veel kwasten en ik vind de Real Techniques kwasten, die de laatste tijd best wel hype zijn, vind ik heel erg fijn. Daar ben ik ook super blij mee. Dat is gewoon één kwast voor poeder om een foundation of BB cream te zetten. En die heb ik al jaren en dat is gewoon, ja, daar kan gewoon niks aan tippen. Dat is deze van Dior. Het is de Powder Foundation Brush. En ik heb hem echt al jaren heel zacht. En heel plat is die, zoals je ziet. Hij is wel vies. En ja, die doe ik altijd met losse poeder of transparante poeder een beetje over mijn foundation heen. Met deze. En ja, op de een of andere manier pers deze het echt in de huid. En het is niet hard en... Ik weet niet, deze doet gewoon meer, vind ik, als andere kwasten. Goedkoop was die niet. Ik heb er toen geloof ik bijna 60 euro voor betaald. Maar goed, dat doe je ook wel de rest van je leven mee. En ik kan gewoon niet zonder deze kwast. Het is echt, er kan gewoon niks aan tippen. Voor mij is die perfect. Dus dit is ook een holy grail. Qua nagellak heb ik twee merken waar ik eigenlijk alles mooi van vind. En helemaal holy grail op nagellakgebied. En dat zijn twee merken. Ik heb gewoon willekeurige kleuren gepakt, want ik ga ze natuurlijk niet allemaal laten zien. Maar dat is Chanel en dat is de Bora Lipman. Deze twee, daar heb ik gewoon echt zo'n gigantisch zwak voor. En ik kom altijd terug op lakjes van deze twee merken. Het zijn toch altijd de mooiste lakjes die ik heb. Het zijn gewoon of van Chanel of van de Bora Lipman. En ik heb ook best wel veel Dior lakjes, Estée Lauder lakjes. Ik hou het altijd wel van wat dure nagellakken. Maar deze zijn gewoon, ja, en die glitters in die Deborah Lippen lakjes, die zijn gewoon zo, deze bijvoorbeeld ook. En zo lijkt het gewoon rode glitters, maar als je hem op je nagels hebt, oh, het is gewoon prachtig, echt waar. Dus ja, op nagelgebied deze twee merken. En het wonderpotje van Oriflame. Dit is dan de kokos variant, maar het is al jaren een favoriet bij mij, het wonderpotje. Ik denk dat iedereen het wel kent. Het is eigenlijk Tender Care en dit is dan de kokosnoot variant. En... ja, deze, niet iedereen houdt van kokosnootgeur. Ik vind het ontzettend lekker. En ik heb wel eens helaas last van koortsuitslag. En dat is heel vervelend. Het komt altijd op het moment dat je niet wil. En als ik het voel aankomen, eerst gebruik ik altijd Sulfirax of dat soort zalfjes. Maar daar schijn je immuun voor te kunnen worden. Tenminste, bij mij werkt het totaal niet. En deze, als ik het voel aankomen, ik heb zoiets altijd in mijn tas zitten. Dan smeer ik even en dan komt het gewoon niet door. En dat vind ik toch wel zo apart, want ja, ik heb er al mijn hele leven last van. En sowieso, als je schrale lippen hebt of droge plekjes bij de elleboog, wat ik in de winter nog wel eens heb. Er is gewoon niks voor mij wat hier aan kan tippen. Het is gewoon het beste. Ja, wonderpotje heet het niet voor niks. Het helpt tegen zoveel dingen en het werkt zo super snel. Dus kan hem, ja, deze heb ik gewoon ook altijd. Er zijn altijd al potjes in huis, op de badkamer, in de keuken, op de slaapkamer, in mijn handtas dus. Gewoon heel fijn. En op het gebied van wenkbrauwen, om wenkbrauwen mee in te kleuren. Ik heb ook al van alles geprobeerd en ik vind ook heel veel dingen fijn, zoals bijvoorbeeld de producten van Anastasia. Maar sinds een paar maanden
Een paar maanden geleden kwam Helena Rubinstein met een eyebrow gel en die zit in dit potje. Het lijkt heel klein, je doet er heel erg lang mee. En dit zit er dan in en het is een soort ja, kruising tussen gel en poeder. Waarmee je dus met het bijbehorende kwastje, deze wordt erbij, is ook een heel fijn kwastje dit zo. En dan wordt hij dus, ja, je doet je wenkbrauwen, sorry, ermee inkleuren. En ik, ja, ik heb ook nog geen product wat gewoon hier aan kan tippen. Het is ook vrij prijzig, maar wat ik al zeg, het lijkt een klein potje. Je doet hier, gebruik het nou denk ik een maand of 4 elke dag. En ja, je ziet nauwelijks dat er iets uit is. Dus het is duur, het is een uitgave, maar je kunt dat daarentegen ook al heel erg lang mee doen. Dus dat is ook wel een groot pluspunt, vind ik dan. En als basis voor over mijn dagcreme en onder mijn foundation of BB cream gebruik altijd een basis. En ik heb de hele tijd van Clarins gebruikt, vind ik ook erg fijn. Van Catrice, van Murad. En sinds kort had ik een mini van Benefit de Professional, als ik het zo goed zeg. En zitten siliconen in. Niet iedereen vindt het fijn. Sommige mensen kunnen ook niet tegen siliconen in producten. Ik gelukkig wel. Dat maakt alles toch wat mooi glad. En zorgt dat je make-up langer blijft zitten. En ik heb vaak toch wel met een basis dat het wat vetter wordt bij mij. Dat ik eerder ga glimmen in de loop van de dag. Deze doet dat dus niet. Hij schijnt de poriën te verkleinen. Maar ja, daar heb ik dus geen last van grote poriën. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het moeilijk om te beoordelen. Maar als basis vind ik hem echt, ja, ik heb hem al eens eerder voorbij laten komen in een filmpje. Maar het haalt toch een beetje smorgens de grauwheid en alles. Hier ziet er meteen een stuk frisser uit. En het is gewoon echt de beste die er is. En dan heb ik nog een blush en highlighter. Nogmaals, sorry voor mijn hooikoorts. Volgens mij in mijn vorige video ook gezegd, ik heb heel erg last van hooikoorts. Dus vandaar dat ik nog eens wat aan het snuiven ben en alles steeds vast zit. Hoeveel neusspray ik ook gebruik. Maar goed. Nars. Nars is een merk wat niet in Nederland te koop is. Je kunt het wel online bestellen bij de Nars Europese webshop daarvan. Daar heb je het ook echt in een paar dagen in huis. Het is niet goedkoop. Maar ja, dan heb je gewoon wel wat. En dat is de Nars Orgasm Blush. Hele bekende blush. En ik denk dat menig beautyblogger deze in haar bezit heeft. Ja, dit is gewoon de mooiste blush die er is. Er heeft nog nooit iets aan kunnen tippen voor mij. En ik heb wel blushes die erop lijken. Zijn ook allemaal prachtig. Net als van Sleek. Een hele mooie blush. Maar deze is gewoon, ja, ik vind de naam ook heel erg leuk. Orgasm. Dan gaat het natuurlijk niet om de naam. Maar het gaat om het product. Maar ja. En dan in combinatie met de highlighter Albatross van Nars. Dat is gewoon echt, deze is gewoon zo mooi. Ik geef sowieso zelf liever de voorkeur aan compacte highlights dan vloeibare. En deze geeft zo'n mooi gouden glansje, glow. Ik vind hem helemaal, ik heb heel veel highlighters ook. En dit is gewoon echt, dit is echt een holy grail. Verder heb ik nog van MAC een poeder, want ik hou van glansjes en glimmertjes en dat soort dingen. Mocht misschien al duidelijk zijn. Deze poeder, en dat is de Loose Powder. Even kijken, dat is zo'n bronzing powder wat erop staat. Golden Bronze, daar doe je ook heel erg lang mee. Ik kan niet zo, want anders valt alle poeder eruit. Zo lijkt het gewoon een bronzing poeder, maar het is echt een, hij geeft een hele mooie gouden glans. En je moet hem dus niet alleen gebruiken om te shapen, want dat vind ik zelf niet zo mooi. Je moet hem echt op de appeltjes van je wangen. En dan zie je echt, ja, heb je zo'n sun-kissed look, maar dan echt een hele mooie. Want ik vind vaak, met dat soort producten gaat het vaak toch wel strepen of vlekken of zo. Dus ja, geweldig spul, echt waar. En dan heb ik nog een masker van Glam Glow. Daar heb ik ook al wel eens een artikel over geschreven. Dit is gewoon wonderspul. En ik ben er heel zuinig op, want ik wil eigenlijk niet dat die opgaat. Want het is ook al vrij prijzig. Kijk, ziet er zo heel vies uit. Het ruikt heel erg lekker. Het is een soort moddermasker. En daar zitten geen parabenen en dergelijke in. En het smeer je op. Krijgt ook verschillende kleuren naarmate dat je het op hebt. Ongeveer een kwartiertje laten zitten. En het trekt alles gewoon, ja, strak. Niet dat je nou meteen rimpelvrij bent als je dit gebruikt hebt. Maar je huid krijgt wel echt zo'n boost. En de naam heeft het niet voor niks. Glam Glow. Als ik dit heb gebruikt en ik ga het eraf halen, dan glimt mijn huid echt zo'n mooie glans en voelt het, ja, alsof ze een of andere vieze oude laag eraf hebben gehaald. Echt, ik gebruik het meestal 2 keer per week, daarna zit het 1 keer per week omdat ik het zonde vind. Ik wil, wat ik al zeg, ik wil niet dat het opgaat.
kost 50 euro zo'n pot. Dit wordt ook heel veel, het komt eigenlijk uit Amerika, heel veel achter schermen gebruikt in Hollywood. Als actrices en dergelijke, even zo'n oppepper voor de huid. Dan wordt dit opgedaan, dat is echt heel lang een geheim gebleven. Maar nu dus ook in Nederland te koop bij Douglas. En ik ben echt fijnste, ja, denk ik mijn best besteden 50 euro van de afgelopen paar maanden. Dat meen ik echt serieus. En dan heb ik nog, even kijken, Sally Hansen. Ook al zo'n goedje Airbrush Legs. Daar heb ik een aantal maanden geleden ook al een stukje over geschreven op mijn site. Maar dit is gewoon een heel makkelijk soort, ja, het is gewoon make-up voor je huid, voor je benen, voor je armen. Maar je kunt het eigenlijk, ja, in het gezicht zou ik het niet gebruiken. Maar voor de rest van je lichaam kun je het gewoon gebruiken. Je spreekt het op. En je krijgt dus echt een airbrush effect. Alsof je een soort tanspray hebt gehad. Ja, een soort panty, maar dan niet echt natuurlijk een panty. Maar wel gewoon ja, heel mooi egaal. Het verdoezelt ook oneffenheden. En je krijgt er gewoon een mooi kleurtje van. En op een hele natuurlijke manier. Ik krijg er altijd complimentjes over als ik deze op mijn been of zo. Van, oh, wat heb je mooi bruine benen. Dus, en ik heb ook wel eens de MAC Leg Spray gebruikt. Maar die kan, vind ik, hier niet aan tippen. Daarbij is deze ook nog veel goedkoper. Dus volgens mij te koop bij Issy Paris, dacht ik. Daar koop ik ze altijd. En dit is de Medium Glow. En die heb ik gewoon altijd op voorraad. Meestal heb ik 2 flesjes of zo in huis. Zie dat ik er 1 ben vergeten, de laatste. Voordat ik een veel te lang filmpje heb. Dat is dus Chanel. Zo lijkt dan de Chanel. Mijn favoriete bronzer. Ik liet net al die poeder van MAC zien, maar die is meer ook voor de glans. En deze is veel matter. En die kun je ook als basis onder je make-up gebruiken. Als bronzing basis. Dan vind ik dat zelf niet zo heel mooi bij mij. Dus ik gebruik hem echt ja, om te shapen en een beetje lekker gezond kleurtje te krijgen. En ja, je zal wel eerlijk zien, maar zo ziet hij er uit. Hij lijkt vrij donker, maar op de huid valt het heel erg mee. Mega grote pot doe je ook super lang mee, want ik heb nou al best wel vaak gebruikt en je ziet amper dat er wat uit is. Is het volgens mij, even kijken, 30 gram, dat is best veel. Dat is dus een soort ja, gel wat een beetje als poeder transformeert op je huid. En ja, ik heb heel veel bronzers, want dit is gewoon om te shapen, vind ik dit het ideale product. Het is niet meteen te aanwezig. En maar ik ben sowieso een heel groot fan van Chanel. Ik vind zo'n pot ook gewoon erg mooi staan op mijn kast. En ja, het is gewoon mooi chic. Ik ben daar heel erg blij mee. Nou, dit zijn de Holy Grails op make-up gebied. Ik vind het nooit zo heel makkelijk bij producten, omdat ik... Ja, ik ben verslaafd aan make-up en beauty en ik koop best wel veel en ik krijg ook regelmatig wel wat dingen opgestuurd. En ik heb niet zomaar, ik vind wel heel veel dingen fijn, maar ik heb niet zomaar zoiets dat ik zeg van wauw, dit kan ik beter. Maar deze producten die ik jullie heb laten zien, zijn dat voor mij wel. Natuurlijk blijft het altijd persoonlijk, want wat ik een holy grail vind, hoef jij natuurlijk helemaal niet zo te vinden. Maar goed, ik ben in ieder geval benieuwd naar wat jullie holy grails zijn. Zou het leuk vinden als je het achter zou laten in de comments. En bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Tot gauw. Doei doei.